1, 2, 1, 2, 3. Hé, Gert-Jan. Dit is die nieuwe. Dit is die nieuwe. En op de iPad staat hij op 2. Staat hij op, 2. Ja? Oké. Ja.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Namens de familie mag ik u allemaal van harte welkom heten in de dankdienst voor het leven van Arie Borst. En als u zich afvraagt, wie is die mevrouw? Mijn naam is Marijke Gerels en ik ben pastoraal werker hier in de Ontmoetingskerk. En ik heb Arie ook heel vaak mogen bezoeken. En nog één puntje van orde. Als u een mobiele telefoon bij u heeft, zou u die dan op stil willen zetten of uit willen zetten? Arie is bijna 83 jaar oud geworden. Hij is gestorven met de familie waar hij zoveel van hield om zich heen. En de handen die u op de voorkant van de liturgie ziet, dat zijn de handen van Annie, die de handen van Arie vasthield, die laatste momenten van zijn leven. We mogen weten dat Arie nu veilig geborgen is bij God. Arie was getrouwd met Annie Rauwbos. Ze hadden samen twee zoons, Paul en Onno. Ze hadden drie kleindochters, Monique, Denise en Tessa. En ook, Arie had ook een achterkleinzoon waar hij heel erg gek op was. Ventje van twee, Eden. En die kan er vandaag niet bij zijn, want hij is nog te klein. Op de kaart staat, denk aan mij terug, maar niet in de dagen van pijn en verdriet. Denk aan mij terug in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon. En dat gaan we in deze dankdienst voor zijn leven doen. We gaan samen herinneringen ophalen aan Arie. We gaan uit de Bijbel lezen. We gaan samen de liederen zingen waar hij zoveel van hield. En zo hopen we troost te krijgen deze dag voor de zware taak die ons straks te wachten staat. En omdat we geloven dat het nu licht is om Arie heen, hebben zijn drie kleindochters daarnet kaarsen ontstoken, licht ontstoken, rondom de kist waarin zijn lichaam nu voor het laatst in ons midden is. Laten we voordat we verder gaan met deze dankdienst eerst stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En ook Arie Borst is het werk dat God begonnen is en hij laat hem nu niet los. Genade zij ons en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus in de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen het lied Dit is een morgen als ooit de eerste.
Arie's nicht Matti zal samen met haar man Kees nu een gedicht voorlezen. De laatste reis die je moet maken in je leven. Weg van de mensen die echt om je geven. Alles wat je had, heb je los moeten laten. En wie je lief hebben, moet jij nu gaan verlaten. Het is een reis waar niet naar uit is gekeken. De tijd van wij samen is nu echt verstreken. In gedachten zal je altijd voort blijven leven. Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven. We hebben nu een periode van veel verdriet. Maar door dat verdriet vergeten we je niet. Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven. Daarom ben ik trots op jou voor de rest van mijn leven. We zingen samen het lied Abba, Vader. Vorig jaar hebben de kleindochters Monique, Denise en Tessa een kaart geschreven toen hun opa jarig was. En daarin hebben ze herinneringen opgehaald en hem verteld hoeveel die voor hen betekende. En die heeft hij dus, want zij dachten dat moet hij horen nu die er nog is. Dus hij heeft dat gehoord.
En nu willen ze graag deze kaart opnieuw hier voorlezen. Lieve Oop, als blijk van onze waardering voor u hebben wij een gedicht opgesteld. Weet u nog dat u ons altijd verhaaltjes vertelde toen wij klein waren? Dit ging vooral over hondje Bobby en zijn wilde haren. Zijn streken en zijn avonturen. Daarna konden wij heel goed luisteren, soms wel uren. Bij jullie op bezoek is altijd gezellig geweest. Zo gingen wij bloemetjes plukken, kijken bij de visjes in de vijver en natuurlijk spelen met Fleur het beest. Of het boekje Tante Thea die jarig was. Dat vond u zo leuk dat u het iedere keer voorlas. Toen mama op een gegeven moment meer ging werken, mochten wij tussen de middag bij jullie eten. En dat konden we wel merken. Croissantjes en kibbeling was hetgeen wat wij kregen. Maar de weegschaal loog er niet om. We gingen meer wegen. De dinsdag en donderdag was altijd één groot feest. En we mochten naar de bakker als we bij jullie waren geweest. Ondanks de kilo's hebben wij van de croissantjes en kibbeling geen spijt. Want het was een erg leuke tijd. In de zomer zwommen wij de kilo's er weer af. Zwemmen met Fleur was best wel een beetje baf. Het was erg leuk. We lagen vaak in een deuk, maar toch ook best een beetje eng met dat kreng. Nee hoor, een kreng was Fleur zeker niet. U had haar namelijk erg goed opgevoed. Ze kon allerlei trucjes, poot geven, verhaaltje vertellen. En zelfs mooi zitten deed ze goed. Als we naar Rox kijken, zien we een klein beetje Fleur. Alle twee zijn ze lief, gehoorzaam, slim en zo gek als een deur. Bij jullie kwamen we niet altijd alleen, soms met een vriendin. Iedereen mochten wij meenemen. Iedereen was welkom en had het naar zijn zin. Dominique, Frey, Janou, Esmee, Lisa, Tamara, Mandy. En ga zo maar door. Iedereen wilde wel een ijsje komen halen hoor. Wil je een ijsje van de ijskoman? Is wat oma vroeg. Natuurlijk wilden we dat. Graag met slagroom. We hadden nooit genoeg. Zo hebben we heerlijke dagen in de zomer gehad. Maar ook in de winter, met de kerst, waren wij het bij jullie nooit zat. Cadeautjes, spelletjes en een heleboel wijn. Het was leuk, gezellig en zeker fijn. We hadden het altijd leuk met elkaar. Het maakt niet uit waar. Mallorca, Portugal, Curaçao. Of de Beekse Bergen met die gekke dieren. Wij konden ons overal plezieren. Ook in het zorgcentrum hebben we het beste ervan gemaakt. En stonden we samen sterk. Over willen laten zien dat we respect voor u hebben en al uw harde werk. U was een bikkel, een echte vechter. We kijken tegen u op en houden erg veel van u. Bij deze woorden willen wij het laten voor nu. Mooie herinneringen ophalen zullen wij blijven doen. U bent een kanjer en daarom krijgt u van ons een dikke zoen. Liefs, de meiden. Met een mooie foto voorop van Eden. We gaan luisteren naar Lichtstad met uw paarle poorten. Dat komt op de beamer. En als u het kent, dan mag u meezingen.
naams ga. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Licht en glorie, waar de boom des levens bloeit en de stroom van levend water door de gouden Godstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem. In de stad met paardenpoorten, in het nieuwe Jeruzalem. Waar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuwe Ook neef Ron wil graag nog woorden van herinnering spreken. Oma Arie, Aar, vriend of tweede vader. Ja, hoe moet ik je nou eigenlijk noemen? Ik denk dat alles wel oké is. Ik was nog maar een paar jaar oud toen ik al zei, Narna bus mee. Voor de aanwezige familie, vrienden en kennissen die niet weten wie Narna is... Dat is Annie. Waarschijnlijk kon ik, toen ik leerde praten, geen Annie zeggen. Vanaf dat moment, en nog steeds, is het Nana. Meestal ging ik een paar dagen, toen jullie nog bij oma Rauwers inwoonden, naar de Lamuiderdijk in de Burgerveen. In de schoolvakanties zou ik een paar dagen in Noordwijk naar je komen. De paar dagen werden een week, om vervolgens de hele zomervakantie maar bij je te blijven. Wat een toptijd was dat. In en om de garage spelen, werken, klieren, als kleine mannetjes al in de auto's rijden. Schade rijden vond je geen probleem, dat werd altijd wel weer gefixt. Later met elkaar op vakantie, naar de camping, de Wulp, Oostenrijk, Mallorca, Portugal. Wat hebben we een plezier gehad. Lachen en gieren, alles kon en alles mocht. Om wat centjes bij te verdienen lieten wij de Duitsers, die kwamen tanken... heel graag met papieren Duitse marken betalen. Paul en ik mochten die dan bij de bank gaan wisselen. Het koersverschil was onze winst. Elke 4 weken op zondag een pompdienst draaien. Ik mocht dan altijd nog een tientje benzine in mijn rode Mini doen. De rode Mini heb je aan mijn ouders verkocht. Vrienden van Paul mochten altijd met ons meerijden. Kost hen wel benzinegeld. Paul en ik reden dus gewoon gratis. Daar waar ik altijd bij jullie op vakantie ging, ja, zo voelde het altijd. Zijn jij en Hanna? Een paar jaar geleden bij ons in Frankrijk geweest. Toen was het dus weer een keer omgekeerd. Vorig jaar, toen ik s'avonds bij je in Hoofddorp was, vroeg je of ik een bakkie en een koekie met je in de kantine van het ziekenhuis wilde gaan drinken. Jij in de rolstoel en ik die duwen. Ik zei toen... Eigenlijk hetzelfde als wat jij vroeger achter mijn wandelwagen deed. Ook dit was nu dus omgekeerd. Langzaam ging het minder goed met je. Je was niet meer die oom waarmee je kon voetballen, zwemmen, varen. In de goede en leuke gesprekken die we met elkaar hebben gehad, hebben we het altijd over dit soort dingen gehad. Als ik bij je was en je stelde mij aan de verpleegsters voor, zei ik altijd dat je, ondanks je toch al hoge leeftijd, dat je nog steeds mijn jongste oom bent. Ook vertelde ik dan dat ik nog maar één oom heb. Vorige week aan Monique verteld dat ik afgelopen week weer even naar je toe zou gaan. Jammer genoeg ging dit niet meer.
Mijn enige oom heb ik nu dus ook niet meer. Lieve Aar, hoewel Nanna, die je liefkozend altijd Breeuw noemde, vanaf nu alleen verder moet, kun je erop vertrouwen dat zij door je twee zoons, schoondochter, schoonzoon, kleinkinderen en achterkleinkind vertroeteld zal blijven worden. Lieve groetjes, neef Ron. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, het is geen makkelijke taak waar we hiervoor bij elkaar zijn gekomen. Om op deze aarde voorgoed afscheid te nemen van Arie Borst. Man en vader, opa. We gaan zijn lichaam straks aan de aarde toevertrouwen. En dat zal een zware gang zijn. Want hij heeft zoveel betekend voor ons. En het is zo moeilijk om te beseffen dat hij nu voorgoed weg is. Hij heeft zijn stempel gelegd op het leven van zijn kinderen en kleinkinderen. En hier we vragen, wilt u ons de kracht geven voor de zware taak die ons vandaag te wachten staat? En troost voor de komende tijd? We willen u ook danken. We willen u danken voor het lange leven dat Arie heeft mogen leven. En dat hij in alle rust heeft mogen sterven. Met de mensen van wie hij zo verschrikkelijk veel hield om hem heen. We willen u bovenal danken dat u altijd bij hem geweest bent. Dat hij nu bij u is. Dat u hem vastgehouden heeft. Ik wil u danken dat we mogen weten dat hij nu veilig in Jezus' armen is. En nu we uit uw woord gaan lezen, de teksten die zoveel betekenden voor Arie, willen we ook vragen om uw geest. Dat de teksten ook iets voor ons mogen betekenen. En zo vragen we om uw zegen over de rest van deze dag. We vragen dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Arie las heel veel in de Bijbel. Zijn eigen Bijbel thuis is helemaal stuk gelezen. Annie heeft een nieuwe Bijbel voor hem gekocht toen hij naar het zorgcentrum ging. Arie zong ook graag. Hij begeleidde zichzelf dan met de orgel en dan zong hij heel graag De Heer is mijn herder. En daarom hebben we voor die psalm gekozen voor deze ochtend, voor deze dag. We lezen psalm 23. En we lezen het uit de vertaling die Arie vertrouwd was. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En we zingen nu samen een van de lievelingsliederen van Arie. De Heer is mijn herder.
De trouwtekst van Arie en Annie kwam uit Romeinen 14, vers 8. Of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Ik zal de tekst hieromheen lezen. En op de kist met het lichaam van Arie ligt nu ook de Bijbel met deze tekst omcirkeld. Romeinen 14, vers 7 tot 9. Want niemand onze leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, het is voor de Heere. En als we sterven, het is voor de Heere. Het zij we dan leven, het zij we sterven. We zijn des Heere. Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij en over doden en over levenden heerschappij voeren zou. We zingen samen: Groot is uw trouw, o Heer. Annie, Paul, Ageet, Onno, Tessa, Denise, Monique. Familie, vrienden, gemeenteleden. Jullie hebben voor vandaag, Alex, ik vergeet jou te noemen, sorry.
Jullie hebben voor vandaag Psalm 23 uitgekozen. Omdat het ook een lied was wat Arie zo graag zong. De Heer is mijn herder. Weet u wat de echte boodschap is van Psalm 23? Er zit eigenlijk een hele mooie, bijzondere boodschap verborgen in die psalm. Het is bij alle psalmen zo, die in de Bijbel staan. Als je wil weten waar gaat deze psalm nou echt over, dan moet je kijken wat staat er in het midden van de psalm. En bij deze psalm, als je gaat kijken wat staat er nou in het midden van de psalm, dan zijn dat de woorden, vier woorden. Gij zijt bij mij. Daar gaat het om in Psalm 23. Gij zijt bij mij. God is bij ons. Als herder. De Heer is mijn herder. En we mogen weten dat dat in het leven van Arie ook steeds zo geweest is. God was bij hem. Hij is in 1937 geboren, samen met zijn tweelingbroer. Het gezin had later 9 kinderen. En hij heeft mij verteld, hij was gek op zijn ouders. Hij miste ze eigenlijk nog steeds. Dat zijn vader een hele daadkrachtige vader was. Dat zijn moeder heel lief was. En het waren hele gelovige mensen. En ook hele dappere mensen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ze in het verzet en hebben ze heel veel Joodse levens gered. In die tijd dat Arie opgroeide in dat gezin, was God bij hem. Gij zijt bij mij. Maar ook later, het middelste gedeelte van zijn leven, ik denk dat dat wel het mooiste deel van Arie's leven is geweest, met jou samen, Annie, met het gezin, was God bij hem. En misschien dat Arie deze psalm zo mooi vond, de Heer is mijn herder, omdat hij zelf ook een herder was voor zijn gezin. Onno en Paul die vertelden dat hij was echt een bikkel, hè? Een bikkelharde vader ook. Hij liet jullie, toen jullie nog maar heel jong waren, Paul was 12, Onno was pas 9, mochten ze al motorrijden zonder helm, echt kilometers lang. Nou, hij was zelf natuurlijk zo stoer, hè? Zijn zoons moesten dat ook zijn. Maar vertelde ze ook, hij was een ontzettend goede vader. Hij had altijd tijd voor ons. Hij was natuurlijk druk met zijn garagebedrijf. Maar als de jongens dan kwamen en ze hadden iets, ging dat altijd voor. En dan zei hij, nou, ik maak het werk vannacht wel af. Hij was niet alleen die bikkel, zo bikkel, bikkelhard. Hij was ook heel emotioneel. Hij was echt een ruwe bolster met een blanke pit. Bijvoorbeeld, dat vertelde Annie toen Paul en Onno werden geboren. Tranen. Maar ook toen Monique haar eindexamen deed van de HAVO. Tranen. En Annie, jij weet als geen ander, jij hebt Arie natuurlijk het beste gekend van iedereen. Je leerde hem al heel jong kennen, jullie kregen verkering. Jullie zijn al jong getrouwd, meer dan 60 jaar getrouwd geweest. Ik denk dat niemand Arie zo goed heeft leren kennen als jij. En die liefde tussen jullie, is altijd zo groot geweest. Je vertelde net nog, we hadden eigenlijk nooit woorden samen. En de kleindochters zeiden, ja, dit was echte liefde, zulke grote liefde. We zagen hoe oma elke middag naar het zorgcentrum ging om opa op te zoeken, dat laatste jaar van zijn leven. En als ze dan een beetje te laat was, dan hing hij al aan de telefoon van waar blijf je? Tot aan het einde toe, dat je zijn hand vast kon houden. Ja, jullie hebben zo verschrikkelijk veel voor elkaar betekend. En hij hield zo ontzettend veel van jou. En van jullie allemaal. Hij was dan de herder van zijn gezin, maar die kudde heeft zich uitgebreid. Paul trouwde met Ageet en ze kregen hun dochters, Monique en Denise en Tessa. En Monique kreeg al heel jong verkering met Alex. En die hebben nu het kleine ventje, Eden, waar opa ook zo gek op was en dat ventje zo gek op opa. Ja, ik heb het zelf nog gezien, dat opa! En dan ook die stralende lach bij Arie. En jullie hebben hele goede herinneringen. Jullie hebben die kaart net al voorgelezen. Hele goede herinneringen aan opa. Jullie hebben mij ook heel veel verteld. Ik kan maar een klein beetje daarvan
nog delen hier, want het is heel veel. Maar jullie vertelden, het was altijd zo gezellig bij opa en oma. En dan ging opa afwassen en jullie gingen drogen en zingen samen. Nu zeiden ook, we hebben ook zo verschrikkelijk gelachen met opa. Dan waren we een keer aan het varen, deed hij natuurlijk heel graag. En dan, hij zal wel aanmeren, dus hij gooide dat touw uit. Ja, opa erachteraan in het water, alles nat, tot en met zijn portemonnee, al zijn papieren. Ja, en toen hij zijn zoons op de motor liet leiden, zei hij tegen ze van niet aan moeder vertellen hoor. En nu zei hij ook niet aan oma vertellen hoor. Ja. En zo hebben jullie hele goede herinneringen aan jullie opa. Hij had ook speciale namen voor jullie, bijnamen. Hij deed zulke leuke dingen met jullie toen jullie klein waren. Voorlezen, zelf verhaaltjes verzinnen en aan jullie vertellen. Bloemetjes plukken. Ja, die herinneringen die mag je koesteren de rest van je leven. Dat je zo'n opa hebt gehad. En in dat midden van zijn leven, ik denk de beste tijd van Arie's leven, was hij ook heel actief voor de kerk. Eerst in de kerk in Noordwijk, waar ze toen woonde. Hij gaf catechisatie, maar dan wel met een biertje erbij. En ze waren niet weg te krijgen, die catechisanten. Het was daar zo gezellig. Hij heeft heel veel gedaan voor de kerk. Hij is diaken geweest, voorzitter van de diaconie, ouderling. In deze kerk is hij ook voorzitter van de kerkenraad geweest. Hij heeft heel veel mogen betekenen, ook voor de kerk. En al die jaren van zijn leven was God bij Arie. Maar ook dat laatste jaar, ik denk het moeilijkste jaar van zijn leven, dat hij in een rolstoel terecht kwam, die echte bikkel. Hij kon niet meer lopen, hij werd afhankelijk van de mensen om hem heen. Dat was heel erg zwaar voor hem. Toen heb ik hem leren kennen. Hij was ook echt aan het worstelen daarmee. Het was een diepgelovige man. Ik ga vanuit mijn werk op bezoek bij mensen en dan vraag ik altijd van, aan het eind van een gesprek vaak van, zullen we nog iets lezen uit de Bijbel samen? Wat zullen we lezen? En dan zeggen mensen altijd, nou kiest u maar iets moois uit. Bij Arie hoefde ik nooit iets uit te kiezen. Hij wist altijd precies wat we moesten lezen. Iedere keer weer een andere tekst en dan was hij er ook echt mee bezig met die teksten. Maar hij worstelde ook wel met God. Hij zei, dan lig ik 's nachts op bed. Hij had moeite met het leed in de wereld. Hij zei, dan lig ik 's nachts op bed en dan kijk ik naar de hemel. En dan zeg ik, Jezus, laat je gezicht toch eens zien. En hij zei altijd wat hij dacht, ook tegen God. En soms kon hij zich ook echt verlaten voelen door God in die moeilijke tijd. Maar ook in dat jaar was God bij hem. En hoe was God bij hem? Als een herder, hebben we gelezen. De Heer is mijn herder. In het oude Israël werkte dat zo. Als de herder met de schapen door, we hebben gelezen in het midden van de psalm, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, wat betekent dat? Een staf die je vertroost. In het oude Israël liep de herder door een donker dal met de schapen en dan konden de schapen de herder niet meer zien, want het was helemaal donker. En dan tikte de herder met zijn staf op de grond af en toe. En dan wisten de schapen, de herder is dichtbij. En dat gaf ze dan moed. En zo zal het ook bij Arie zijn geweest, dat er af en toe dingen gebeurden in zijn leven, ook in dat moeilijke jaar, dat hij weer wist, ja, maar God is wel bij mij. Aan het einde van de psalm staat, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En we mogen weten dat Arie nu daar is, bij God. Want de herder is een offerlam geworden. En dat geloofde Arie ook, dat Jezus voor ons is gestorven, voor alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan. Want je kan de hemel niet verdienen. Jezus heeft voor ons de hemel verdiend.
En ook voor Arie. En daarom mogen we weten dat hij nu daar is. Zijn lichaam is nog bij ons in ons midden. En we gaan het straks aan de aarde toevertrouwen. Maar de echte Arie is al daar bij God. En we mogen weten dat het echt heel goed met hem gaat nu. Arie is nooit alleen geweest in zijn leven. God was bij hem. Jullie waren bij hem. Dat heeft hem de moed gegeven om te leven, maar ook om te sterven. Zoals in jullie trouwtekst staat, of wij nu leven of sterven, we zijn van de Heer. En wij mogen ook leven uit dat geloof. De God die bij Arie was, is ook bij ons. Gij zijt bij mij, dat geldt ook voor ons. Vooral nu, de moeilijke tijd die voor jullie ligt, nu de herder van jullie gezin er niet meer is. De herder van Arie, God zelf, die is er ook voor jullie. En hij is ook bij jullie en je mag hem ook vragen om troost, om moed, om kracht voor de komende tijd. Gij zijt bij mij. De Heer is mijn herder. Zoals God de herder was voor Arie, zo is hij het ook voor ons. Amen.
wil ik graag voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, willen u danken voor het samen zijn. Dat we konden danken voor het leven van Arie Borst. Die we zo zullen missen omdat hij zoveel betekend heeft. En nu moeten we zonder hem verder. Maar willen u danken dat u bij hem was. Aan het begin van zijn leven, in het midden van zijn leven. Maar ook aan het eind van zijn leven. Dat u hem vastgehouden heeft over de drempel van de dood heen. En dat hij nu bij u in het licht mag zijn. En willen u vragen, wilt u veel momenten geven dat we onze herinneringen over hem nog kunnen delen met elkaar. Dat we met heel veel plezier aan hem kunnen terugdenken. Vooral ook aan die goede jaren. En wilt u mensen geven rondom Annie, Paul, Onno, de kleindochters, de hele familie. Heer, wilt u mensen om hen heen geven die hen ook kunnen troosten, die met hen samen die herinneringen kunnen ophalen. En wilt u hen allemaal kracht en moed geven en troost voor de komende tijd. Heer, we danken u dat we mogen weten dat u onze herder bent. Dat u altijd bij ons bent. En als de herder van een gezin hier niet meer is, dat u nog wel onze herder bent. We vragen om uw hulp. Straks bij de begrafenis, bij het condoleren, maar vooral ook voor de komende tijd. Wanneer er bijzondere dagen voorbij komen, verjaardagen, andere gedenkdagen, trouwdag van Monique en Alex, wanneer Arie zo extra gemist zal worden. Vraag om uw hulp, vraag om uw troost, vraag om uw kracht, we vragen om uw moed. Help ons, Heer. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. In de Bijbel, in het boek Openbaring, daar staat: wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. En in de tijd waarin deze tekst geschreven werd, waren de Romeinen de baas in de wereld. En bij een Romeinse rechtszaak was het zo dat als je vrijgesproken werd, dan kreeg je een zwart steentje. Sorry, als je veroordeeld was, kreeg je een zwarte steen. Werd je vrijgesproken, dan kreeg je een witte steen. Ja, wij doen allemaal in ons leven heel veel dingen verkeerd, maar we mogen weten dat we altijd vrijgesproken zijn. Omdat Jezus Christus op zich genomen heeft wat wij verkeerd hebben gedaan. En daarom is er voor ons allemaal die witte steen. En ook voor Arie is er een witte steen met zijn naam erop. En hier in de kerk hebben we het gebruik dat we hier in de muur de stenen leggen met de namen van degene die ons ontvallen zijn. En zo blijven ze nog in ons midden het hele jaar. En de ouderling van dienst zal nu de steen met de naam van Arie in de gedachtenisnis leggen. Zou u nu, als u dat kunt, willen gaan staan? Nu gaan we van hier om onze taak te verrichten, om dit lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. We geven hem uit handen en leggen hem in de handen van God, onze hemelse Vader. In het vertrouwen op Jezus onze Heer, die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. We zingen ons slotlied Wat de toekomst brengen mogen. Oh.
Ik mag u de zegen meegeven en daarna zal de uitvaartleider nog even het woord nemen om te vertellen hoe het hierna verder gaat. We gaan van hier met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostrijke nabijheid van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Wilt u nog even wachten? Dank u wel. We gaan zo van hier. Dus de kleinkinderen zullen en de zonen zullen hem ook begeleiden naar de auto toe. Dan gaan wij ons gereed maken voor vertrek naar de begraafplaats. We gaan naar de algemene begraafplaats aan de Dorpsstraat in Leimuiden. We hopen u daar te zien. Dus als u zo direct de kerk verlaat, mag u daar alvast heen gaan. Wij rijden nog even via het woonhuis waar wij stoppen. En dan gaan wij door naar de begraafplaats. Mocht u niet meegaan, dan kunt u altijd hier nog even wachten. Totdat wij later weer terugkeren hier in deze ruimte. Waar er dan gelegenheid is om nog even met elkaar na te praten en de familie te condoleren. Dank u wel.